Hey Olly, hoe ga je het ermee? Eigenlijk niet zo goed. Olly, luister. Ik heb belangrijk nieuws. De naam van uw vader is opgedoken in verschillende dossiers. Wat voor dossiers? Uw vader heeft een strafblad. En we vermoeden dat hij in Noorwegen leeft onder een valse naam. En die naam is nu gelinkt aan een verdwijning en aan een brandstichting. Onder welke naam? Jon Rasmussen. Bedankt voor de info. Ja, dat komt wel hard binnen, maar ik wil wel helpen. Ik ga afkomen en ik bel als ik er ben. Stuur mij die dossiers al door? Ligt er nu nog niet te veel van wakker. We zoeken dat samen wel uit. Holly staart strak voor zich uit. Ze schiet in werkfocus. Het is een blik als die van een roofdier. Ze geniet ervan. Ze brandt ervoor. De door de ruzie gecreëerde chaos moet plaatsmaken voor georganiseerde chaos. Laptops en printers bezetten de keukentafel. Haar notitieboekje start een nieuw hoofdstuk. De muziek gaat uit tot plots. Holly speurt verward in het rond. Een fotografische geheugenflash schiet door haar hoofd. Waar ligt haar biografie? Haar dagboek uit het verleden, haar trauma's. Heeft Koen die mee? Roberto? Gunnar staart naar het boek. Hij is gebroken door wat hij leest. Hij voelt aan alles dat deze info niet voor hem bestemd is, maar toch voelt hij er zich zo verbonden mee. Hij leest over het geweld dat zijn vader pleegt op zijn moeder. Het stalken, de manipulatie en de agressie. De schuld die hij voelt ten opzichte van zijn moeder maakt hem kwaad. Het is pas als hij leest over de ware trauma's die zijn moeder meedraagt, dat hij bezwijkt. Er trekt een vlaag van bezetenheid over hem, die hij enkel van zijn moeder geërfd kan hebben. Gunnar leest hoe Holly beschrijft hoe ze misbruikt werd door haar vader. Haar vader. Zijn mysterieus verdwenen grootvader, waar nooit over verteld mocht worden. Hij wil er alles over weten. Hij wil hem zoeken. Wil hij hem straffen? Of heeft hij net als zijn moeder de levensnoodzakelijke drang om de waarheid te achterhalen? Goeiedag mevrouw, met het Skane Universiteitsziekenhuis hier. U had ons gevraagd u op de hoogte te brengen. En wij kunnen u melden dat uw echtgenoot een klaplong heeft opgelopen en wat fracturen in de linkerarm. Hij is buiten levensgevaar, maar zal hier nog wel een tijdje onder toezicht gehouden worden. Mocht de toestand echter veranderen, brengen wij u zeker op de hoogte. Reeds af bij het woord echtgenoot. Liefst van al zou ze nooit nog met hem geconnecteerd worden. Ze kan aan zichzelf niet toegeven dat ze ergens ook opgelucht is. Dat hij buiten levensgevaar is, zegt niets over de staat van haar leven. De volgende dag regent het pijpenstelen. Holly is vroeg op en staat aangekleed, maar met nog natte haren aan de werktafel door dossiers te snuisteren. De koffie, die nog veel te heet is, staat dampend tussen het papierwerk. Holly's collega Annika is intussen in het land en Holly vertrekt richting stad. De koffie blijft onaangeroerd op het aanrecht staan. Al rijdend stuurt Holly nog een snel bericht naar Torf om haar afwezigheid uit te leggen. Ze voelt haar bloed weer stromen en haar gemoed stelt zich scherp op de zaak, op haar collega en haar job. In een koffiebar praten Annika en Holly elkaar bij. Ze zijn vrienden geworden door collega's te zijn. Zaken als deze zijn de zaken waar ze voor leven. Waar ze elkaar voor bellen, waar ze elkaar in vinden. In Frederikstad is het lichaam van een jonge vrouw uit het water gehaald. De vrouw was al sinds september vermist nadat haar huis volledig was afgebrand. Bij de lijkschouwing zijn recente, niet geheel de brandwonden op het lichaam vastgesteld. Ze moet wel bij de brand aanwezig zijn geweest, maar ze belandde vreemd genoeg in de rivier. Ze lag in de Glomma, op 7 kilometer van haar huis. Wat? Hoe? Bak, mijn littekens gaan ervan jeuken als ik die verhalen hoor. Wacht, dat is nog niet alles.
De modus operandus van de bewuste woningbrand is identiek aan verschillende andere huisbranden. Het zijn geen ongelukken of toevalligheden. Telkens worden dezelfde brandversnellers gebruikt en telkens is de brandhaard in de keuken. De politie van Frederikstad onderzoekt die brandstichtingen al heel lang. Zo zijn ze nu op het spoor van Jon Rasmussen. Hij is hun hoofdverdachte. Jon Rasmussen, beter gekend als Kees de Boer. Mijn vader. En in de keuken, zo, ja, zo was het ook bij ons. Holly wil direct alle verbanden naast elkaar kunnen leggen en voelt zich tegelijkertijd ook geremd door de wetenschap dat haar vader hier als pyromaan zou kunnen uitkomen. Haar littekens jeuken harder en harder. Holly's broer, Bent, zit sinds de brand bij hen thuis in een instelling omdat alle sporen naar hem leiden en hij volgens de norm niet volledig in orde is qua gedachten. Een intens schuldgevoel en schaamte overvallen Holly. Wat als niet haar broer, maar haar vader verantwoordelijk is voor de brandende pijn op haar lijf? Wat als haar vader verantwoordelijk is voor de pijn op haar lijf en in haar getraumatiseerde hart? Holly neemt afscheid van Annika, die beloofd heeft in de buurt te blijven om elkaar op de hoogte te houden. Holly's gedachtenmolen draait op volle toeren. Het is tijd voor een wandeling met Luma. Kijkt met strakke ogen naar een computerscherm. Het licht van de laptop belicht hem. En naast hem Pelle. Pelle is een iets oudere vriend van Gunnar. Aan de snelheid van zijn vingers merken we dat Pelle behendig is met de laptop. Gunnar stelt doelgerichte vragen, waarna Pelle via de laptop op zoek gaat naar antwoorden. Ze zijn duidelijk op een technologische plek waar ze niet zouden mogen zijn. Via enkele klikken komt Pelle zomaar in elk dossier en elk document dat gelinkt is aan Gunnars grootvader. Wanneer een map verschijnt vol expliciete en seksueel getinte foto's, beseft Gunnar in wat voor vies straatje hij beland is. Zou zijn moeder dit allemaal weten? Is het aan hem om haar dit te melden? Of is dit exact wat zijn moeder ook heeft moeten meemaken? Gunnar besluit de documenten op te slaan en die anoniem via een vals account aan zijn moeder te bezorgen. Hij wil de documenten kunnen linken aan zijn moeders verleden en herleest met een klein, bang hart Holly's dagboek. Holly krijgt inmiddels de documenten via mail binnen. Ze kijkt om zich heen. Een gevoel van gevolgd te worden bekruipt haar. De naam van het mailadres doet haar aan iets denken. Haar intuïtie zegt haar dat ze de afzender kent. Alsof ze in haar onderbewustzijn alles begrijpt, belt ze Gunnar op. Ma? Waar zijt jij in godsnaam mee bezig? Niks, niks. Lieg niet tegen mij. Je komt nu naar huis, ik wil afspreken. Ja, ik zit bij de Lars, we zijn aan het gamen. Nu, Gunnar, of ik kom u bij Lars zelf halen. Haar strengheid werkt. Gunnar, die zich steeds stoerder en ouder voordoet dan hij in werkelijkheid is, komt thuis aan. Dit gaat vonken geven. Moeder, ik heb echt niks fout gedaan. Je gaat te ver. Wie denk je wel dat je bent? Een rechercheur? Dit is levensgevaarlijk. Dit stopt hier. Jij bent weer aan het overdrijven. Ik heb gewoon een beetje gesuft op het internet. En jij denkt dat dat onopgemerkt blijft? Ja, ik weet dat niet. Weet je hoe gevaarlijk je grootvader kan zijn? Begrijp je eigenlijk wel waarom hij geen deel uitmaakt van ons leven? Nu wel. De rotzak, hij gaat te verboeten, hè. Gunnar, alsjeblieft. Je bent mijn kind. Ik wil niet dat je in gevaar verkeert. Hou jezelf hier buiten. Keert haar emotie en rond het gesprek streng af. Ze durft niet toe te geven aan de gevoelens die ze krijgt bij het zien van de foto's. Zeker niet omdat ze weet dat haar bloedeigen zoon ze ook gezien heeft en nu dus alles weet. Daar is ze zeker van. Zijn onderzoek is zo feilloos uitgevoerd dat ze bijna trots op hem zou kunnen zijn, maar dat kan ze niet.
Alles heeft hij gedetailleerd, geordend en verbonden. Er komen zelfs stukken aan bod die kunnen aantonen dat haar broer Bent effectief onterecht beschuldigd is van de brandstichting. Ook al gaat het al lang slecht met Bent en ook al hebben ze al jaren geen echt contact meer gehad, dit moet hij weten. Gunnar belooft Holly te stoppen met zijn onderzoek. Maar Holly weet als geen ander dat hij liegt. Maar ze kan de strijd niet aan met hem, om hem constant te controleren. Dat heeft ze nooit gedaan, nooit geprobeerd. Waarom nu dan wel? Ze voelt zich dichter bij Gunnar dan ooit. Het besef dat hij zaken weet die niemand anders over haar weet, maakt haar kwetsbaar en sterk tegelijk. Ze neemt Gunnar stevig vast. Liefdevol, maar toch met de nodige dreiging. Ze zal het nooit vergeten dat hij zo dichtbij kon komen. Holly vraagt haar collega's een oogje op Gunnar te houden. Ze voelt dat hij beschermd moet worden, ook al zal hij er alles aan doen om niet beschermd te worden. Holly zelf schenkt glaas wijn in alsof het koffie is. Ze wil, ondanks de vlecht aan emoties, blijven functioneren zoals ze het kent. Op basis van haar drijfveer, haar angsten en de wetenschap dat als zij het niet oplost, het voor haar een raadsel zal blijven. Holly haat raadsels. Holly slaapt slecht. Ze blijft de dossiers doornemen en herbekijken. Wanneer ze Annika telefonisch niet kan bereiken, beseft ze dat het midden in de nacht is en dat slaap haar zeker deugd zou kunnen doen. Maar hoe moet dat ook alweer? Juist, met wijn en slaappillen. Holly ligt half uitgekleed op de zetel. Paparazzen liggen rondom haar alsof ze de bedrand vormen. Ze wordt wakker van... Holly, is alles oké? Gaat het wel? Hoe bedoel je? Je hebt mij vannacht wel 6 keer gebeld. Je pakte niet op. Het was 3 uur 's nachts, ik sliep. Oh, was het al zo laat? Sorry, ik heb alles naar je mailbox gestuurd. Ik zal het nu bekijken dan. Haal jij maar wat slaap in. Je klinkt echt alsof dat je het nodig hebt. En zorg goed voor je eigen. Ja, bedankt Annika. Wel 9 e-mails verstuurd met verschillende linken en nieuwe sporen. Sporen die ze via Gunnar heeft. Maar dit kan ze toch nooit toegeven. Wat zouden ze van Gunnar denken? En wat zouden ze van haar denken? Al deze informatie samen zorgt voor 2 stroomversnellingen. De heropening van het onderzoek van de brand waarvoor Bent veroordeeld werd... en de steeds langer wordende lijst van mogelijke aanklachten tegen haar vader, de grote onbekende John Rasmussen. Holly spreekt af met Annika om de zaak nauwgezet op te volgen. Het arrestatiebevel zou reeds goedgekeurd zijn door de procureur. Het is dus enkel nog wachten op de administratie van stempels en handtekeningen. De jacht kan nu echt beginnen. Ze stuurt Gunnar een bericht. Impulsief. Alsof ze ervan uitgaat dat hij het even goed al zou kunnen weten. Ze stuurt dat het arrestatiebevel in orde is. En dat ze dus achter haar vader aangaat. Dat ze wil dat hij voorzichtig is en thuis blijft. Voor zijn jongere broer zorgt en voor zichzelf. Vooral voor zichzelf en elkaar. Gunnar komt net thuis wanneer hij het bericht leest. In de living ziet hij de ravage van dossiers en bewijsmateriaal. Stukken zijn nieuwe informatie, andere herkent hij. Heeft zijn moeder dit expres laten liggen? Of is dit gewoon haar chaos? Gunnar probeert het eerst te negeren, maar kan het toch niet laten. Hij vliegt in de stapels papieren. Luma jankt het uit. Ook zij weten dat er vandaag niet gewandeld zal worden. Een oudere man
zit in een volledig verduisterd huis te turen naar een klein scherm. Hij heeft vochtige ogen onder zijn kapotte leesbril. Voor hem staat het mailverkeer tussen een procureur en de administratieve balie van de politie. Het gaat over een arrestatiebevel. Het is duidelijk dat hij deze mail heeft doorgestuurd gekregen of heeft kunnen onderscheppen, want deze mail is niet voor hem, maar over hem. Kees, of Jon Rasmussen, of hoe je hem ook wilt noemen, verwijdert de mails en klapte de mini-laptop dicht. Hij haalt er een kleine oranje USB-stick uit en legt de laptop op de grond. Met een verbeten agressie stampt hij de laptop tot gruis. Hij kijkt op zijn horloge en staat op. Buiten staat een auto met caravan klaar. Hij screent de buurt en stapt in de wagen. Hij vertrekt en lijkt niets achter te laten. Op een grote snelweg zien we borden passeren naar Kopenhagen, daarna naar Duitsland en daarna naar... Bij een tankstation in Hamburg komt een liftster op onze voortvluchtige af. Ze vraagt om een rit richting de grens met Nederland. Het is een jonge vrouw die duidelijk verkleumd is en al veel te lang aan het wachten is op een lift. Kees staat haar toe mee te rijden. Hij speurt constant met zijn ogen in het rond op zoek naar politie. Nu ze met twee zijn, valt hij al buiten de omschrijving van man alleen. Ze vertrekken richting Nederland. Daar moet de vrouw zijn. Daar moet ze zijn. Daar moeten ze dus zijn. Gunnar hangt ondertussen met zijn hoofd boven oude foto's. Foto's van een camping waar ze vroeger naartoe zouden zijn gegaan, maar waarvan de herinnering te ver weg zijn. Het is de enige plek van waar hij zijn grootvader kent. Een camping op een paar uur van Amsterdam. De plek triggert hem. De Nederlandse namen die voorkomen in de dossiers, zijn grootvader die nu gezocht wordt, alles lijkt met elkaar in verbinding te staan. Wanneer Gunnar de website van de camping wil bezoeken, blijkt deze camping niet te bestaan. Maar hij vindt wel honderden recensies van mensen die er zouden zijn geweest. Gunnar voelt aan alles dat iets te zoeken valt. Daar. Niets klopt aan die camping waaraan alles lijkt te kloppen. Wanneer Torf thuiskomt en Gunnars onderzoek ziet, wil hij alles weten. Hij moet alles weten. Gunnar voelt zich betrapt, maar begrijpt dat hij niets kan ontkennen. Hij begint stap voor stap de gebeurtenissen uit de doeken te doen. Inmiddels bevinden Kees en de liftster zich op een paar honderd kilometer van de Nederlandse grens. Ze zijn gestopt bij een wegrestaurant. Kees ziet er moe uit van het steeds aandachtig te zijn. Terwijl Kees gaat plassen, schuift de liftster voor koffie aan. Op de radio wordt de uitzending onderbroken voor een opsporingsbericht. De federale politie en het parket vragen om uit te kijken naar Jon Rasmussen. Jon Rasmussen heeft een blanke huid, is 67 jaar oud, 1,80 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Zijn haar is grijsblond en hij heeft lichtblauwe ogen. Zijn handen en armen vertonen littekens van brandwonden. Mogelijk verplaatst hij zich onder de naam Kees de Boer of een andere alias. Jon Rasmussen werd laatst gesignaleerd op de ferry van Trelleborg in Zweden naar Rostock in Duitsland. Op dat moment droeg hij een donkerblauwe jas van het merk Jack Wolfskin en een donkergrijze trekkersbroek met zakken. Hij is potentieel gevaarlijk. De politie vraagt dan ook met aandrang om de man niet rechtstreeks te benaderen en hen onmiddellijk te verwittigen bij signalering. U kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer. In de beschrijving herkent de liftster meteen de man met wie ze al uren in de auto zit. Zenuwachtig haast ze zich naar buiten om haar spullen uit de auto te nemen en verlost te zijn van haar criminele chauffeur. Kees is echter bij de pinken. Hij hoorde in de toiletten hetzelfde bericht.
Ze zien meteen aan elkaars gezicht dat ze beiden op de hoogte zijn van wat er aan de hand is. Kees smijt de spullen van de liftster uit de wagen, koppelt zijn caravan los als overbodig ballast en scheurt er vandoor. De liftster blijft achter en snelt naar binnen. Lifters hebben tegenwoordig altijd iets met elkaar gemeen. Stuur altijd de nummerplaat van je laatste rit door naar iemand die van je houdt. Ze belt de politie op en brengt hen op de hoogte. Een kettingreactie is gestart en de klopjacht vangt aan. De politie van Duitsland verwittigt die van Zweden en ook de Nederlandse politie weet wat haar te doen staat. Jagen, jagen, jagen. Kees is zich pijnlijk bewust van de grootschalige klopjacht. Hij rijdt een lang zandpad op. Na een rit van een vijftal minuten doorheen de naaldbossen komt Kees op een camping aan. Een camping waar hij al jaren niet meer is geweest, terwijl hij er vroeger kind aan huis was. Een paar mensen die het grote middenplein oversteken herkennen hem. Ze kijken hem met grote ogen en vragende blikken aan. Wat komt die hier plots terug doen? Ruime balie zit een jonge receptioniste. Kees vindt het vervelend dat hij de receptioniste niet kent. Hij knikt, intimiderend. De vrouw kijkt Kees met licht wantrouwen aan en ontdekt het brandwonden op zijn armen. Ze slikt, alsof ze een stukje van zijn dood vlees moet inslikken. Op de televisie die boven haar hangt, horen we een abrupte extra onderbreking voor belangrijk nieuws. De federale politie en het parket vragen om uit te kijken naar... In een bureau achter de balie zit een oude, dikkere man een sigaar te roken. Hij steekt de afstandsbediening in zijn borstzakje en grijnst naar Kees. Met een korte, ongepaste hand op de schouder van de receptioniste maakt hij duidelijk dat hij deze klant wel zal ontvangen. De receptioniste verdwijnt argwanend uit de ruimte, maar luistert het gesprek zo goed mogelijk af. Wie we daar hebben, dat is lang geleden. Nou, jij bent populair bij de vrienden van het parket. Nee, geen gelul. Ik heb precies wat jij nodig hebt. Hier. De sleutel van barak 54. Achterin aan de noordkant. Die wordt al lang niet meer gebruikt. Er zijn geen buren. Geen pottenkijkers. Achter het gordijn te telefoneren. De zenuwen staan strak gespannen. Dit is een oude man waarvan het hele lange leven ineens overhoop ligt. Samen met zijn lichaam takelt zijn bestaan stuk voor stuk af. Kees heeft een koppel gecontacteerd om hem te helpen. Steeds meer blijkt dat Kees overal contactpersonen heeft zitten die voor hem door het vuur gaan. Wat is hun band? Wat maakt hen bondgenoten? Het koppel komt aan op de camping en wisselt van plek met Kees. Zij blijven achter in barak 54. En Kees gaat er vandoor met de bestelwagen waarmee het koppel aankwam. De receptioniste heeft alles gezien en haar achterdocht groeit met de seconde. Kees scheurt weg uit het bos. Vlak voor hij terug op de grote baan komt, rijdt hij een jaagpad op. Verborgen achter struiken wisselt hij de nummerplaat van de bestelwagen. Hij kan zich geen fouten meer veroorloven. Hij wil verdwijnen, ook al weet hij duidelijk nog niet waarheen. Wanneer hij een kruispunt passeert met daarop drie politiecombis met zwaailichten die een wegcontrole aan het opbouwen zijn, kan hij niet anders dan dreigend voelen hoe ze hem op de hielen zitten. Zijn web lijkt gevonden te zijn. De spin moet er vandoor.